Als je met de trein Nijmegen binnenkomt, is dat altijd een waanzinnig entree. Zo uit de verte de stad zien opdoemen. Maar ook hetgeen waar je op dat moment overheen rijdt is niet mis. De spoorbrug in Nijmegen is wel 237 meter lang en heeft daarmee de derde grootste overspanning van heel Nederland. Zo gevaarte, dat moet toch een heel gedoe zijn geweest om aan te leggen. Nou, dat was ook zo. Daarvoor verplaatsen we ons naar het jaar 1860. Alle grotere steden in Nederland werden op het landelijk spoorwegnet aangesloten. Alleen Nijmegen viel buiten de boot, omdat het aanleggen van de nodige brug te duur was. Het duurde nog tot 1879 voordat een spoorverbinding eindelijk een feit was. Bijzonder is het zuidelijk landhoofd van de brug. Deze bestaat uit twee torenachtige gebouwen die een soort middeleeuwse stadspoort vormen. Het was toen bedoeld als een militair verdedigingswerk. In 2009 werd dit landhoofd, dat in de oorlog beschadigd was geraakt, gereconstrueerd. We zien dat de spoorbrug één boogconstructie heeft, maar dat waren er aanvankelijk drie. In de Tweede Wereldoorlog werd de middelste boog van de brug twee keer opgeblazen. In 1945 werd de schade hersteld en konden er weer treinen rijden. In 1984 werden de drie bogen vervangen door maar één boog. De oorspronkelijke drie hinderden namelijk de scheepvaart door de daaraan verbonden extra pijlers in het water. In 2004 werd tegen de spoorbrug een fietsbrug gebouwd, de snelbinder. Zo kunnen fietsers vanuit Nijmegen gemakkelijker naar Lent komen. En andersom natuurlijk. Dat is fijn. Vooral als het regent, toch?